Leden van de Raad, dames en heren thuis, het mooiste moment van deze raadsvergadering, het vragenuurtje. We gaan starten met vragen over de Noord-Zuidlijn en ik geef eerst het woord aan GroenLinks, meneer Boelman. En daarna geef ik Forza de gelegenheid om daar nog aanvullend vragen over te stellen. Meneer Boelman. Ja, voorzitter, dank. Ik heb de vraag inderdaad vrij snel aangekondigd nadat wij bericht hoorden dinsdag uit Den Haag dat er een aanzienlijk lagere bijdrage kwam vanuit voor de Noord-Zuidlijn. Daar heeft het college daarna ook antwoord op gegeven. Dat heeft ook bij onze fractie al heel veel beantwoord. Ik denk hier dat ik eigenlijk alleen wil vragen wat dit nog voor invloed heeft en hoe wij daar als raad bij betrokken worden. Want ik denk dat het goed is als wij als raad, zodra er echt meer duidelijkheid is gaan praten met elkaar wat de consequenties zijn en hoe we daarop moeten anticiperen. Helder. Ik kijk even naar de fractie van Forza. Wie kan ik daar het woord voor geven? Meneer Schaap. Nou, voorzitter, mijn vraag was eigenlijk in dezelfde strekking, zoveel mogelijk. Ik had alleen één kleine toevoeging dat ik al heb gehoord dat andere gemeenteraden in de buurt, met name Amsterdam, er alweer aan denken om hun eigen reserves en die van de vervoerregio anders in te willen zetten dan de reservering. Dus dan is de vraag, hoe gaan wij niet alleen als gemeente met deze wijziging om vanuit het Rijk, maar hoe betrekken de andere regio's erbij dat we op één gezamenlijke lijn blijven? Helder. Kijk even naar het college en mevrouw Ruigerok, aan u het woord. Dank u wel. Ja, we blijven op één lijn zitten. En op die Noord-Zuidlijn natuurlijk. Wij hebben juist met de regio overleg gehad. Dus ook met de vervoerregio, ook met de gemeente Amsterdam. Met Schiphol, met de provincie. Met alle partijen die betrokken zijn bij de afspraken die we in november afgelopen jaar hebben gemaakt. En we hebben deze week ook een overleg gehad met de minister en de staatssecretaris over deze uitname. Heeft dat eigenlijk geen invloed op de voortgang van het project. Want we hebben met elkaar besloten dat we de verkenning gewoon met elkaar doorgaan. Er is ook echt commitment vanuit het Rijk aangegeven. Waarbij ze met andere projecten zeggen van dat zetten we on hold. En dan kijken we naar wanneer we verder gaan. Hier wordt juist gezegd nee, we gaan echt vol door met de verkenning. Daar wordt commitment aan gegeven. Ook nut en noodzaak staat daar niet ter discussie. Want zonder Noord-Zuidlijn ook geen ruimte voor bijvoorbeeld internationale treinen op het spoor. Dus dit project loopt door en de verkenning duurt nog tot zo'n beetje eind 2025. Dus tot die tijd verandert er voor ons niks. Misschien mag ik van de gelegenheid gebruik maken om wethouder Nobel nog even te vragen om iets te kunnen zeggen over de woningbouwopgave. Dat mag, maar ik ga eerst even terug naar de indiening, meneer Boelman en meneer Schaap. Is dat voldoende? Dan geef ik nu het woord aan meneer Nobel. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, de woningbouwopgave blijft en ook in de afspraken die we natuurlijk gemaakt hebben met het Rijk blijven die aantallen overeind. Op korte termijn hoopt het college u ook het ontwikkelkader spoorzone toe te kunnen sturen. Daar houden we uiteraard wel rekening met wat als bijvoorbeeld een Noord-Zuidlijn later komt of als die niet komt. Kans- en risicoparagraaf hebben we er altijd in zitten. Dan, als de Noord-Zuidlijn er niet komt, is het zo dat er minder woningen gebouwd kunnen worden. Maar desalniettemin blijft gewoon die hele ontwikkeling overeind. U zult ook echt als raad alle verkeersmaatregelen met elkaar gewoon moeten nemen voor dat gebied. Dat staat helemaal los van de komst van de Noord-Zuidlijn. En wij blijven onverminderd optimistisch dat die Noord-Zuidlijn er gewoon komt. Ik kijk even de zaal in. Meneer Boelman, voldoende? Ja, voor dit moment wel, denk ik. Ik denk dat we er nog genoeg over komen te spreken. Want het kan niet zo zijn dat er gezegd wordt, er zijn geen gevolgen. Dat geloof ik ook niet. Dat kan niet zo. Maar daar komen we nog over te spreken. Helder. Meneer Schaap, had u nog aanvullingen? Ik ben blij dat het hele project nog op het juiste spoor zit. Dat is mooi. Dan gaan we naar de volgende vraag. Die gaat over vuurwerk. En dat is 31 december, denk ik. Mevrouw Knikker.
D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Oud en nieuw lijkt misschien nog een beetje ver weg. Maar eigenlijk zien we en horen we ook van onze inwoners dat het de afgelopen maanden toch wel erop lijkt dat vuurwerk een constante is geworden in onze gemeente. En dan met name de weekenden, de zaterdagavond, zaterdagnacht. En mensen zijn er wel bezorgd over. Het geeft natuurlijk overlast voor de mensen die daar in de buurt wonen. Maar dit zouden we natuurlijk ook helemaal niet moeten willen. Dus de vraag die bij ons rees is, zijn dit soort signalen ook bekend bij het college? En wat kunnen we daaraan doen om ervoor te zorgen dat vuurwerk zich toch vooral beperkt tot het oud en nieuw gedeelte en niet structureel onderdeel wordt van onze weekenden? Helder. Ik kijk even in het college. Wie gaat er over vuurwerk? Ja, dank u wel. Ik moet heel eerlijk zeggen, afgelopen zaterdag was het zo erg dat ik dacht dat onze lokale vuurwerkopslagplaats in brand stond. Ik heb dit nog nooit gehoord, dus ik herken dat. En ik herken ook dat het heel vaak in het weekend gebeurt. Er zijn twee varianten, want wij kunnen nooit zo snel erbij zijn om te constateren waar het vandaan komt, hè, hoe we het kunnen plaatsen en waar het is. Als er sprake is van illegaal vuurwerk, dan is het heel lastig om dat op tijd te vinden en mensen daarop, als ze aan het afsteken zijn, ze te betrappen. Dat is echt heel lastig. Eer je dan gebeld bent en daar naartoe bent en het hebt gevonden, dan is het vaak voorbij. Ik maak me wel zorgen. Dat illegaal vuurwerk is heel gemakkelijk aan te komen. En ik ga zeker een brief sturen naar de minister van Veiligheid en Justitie en Veiligheid, zeker de nieuwe, om eens goed te kijken naar wat wij kunnen doen in Nederland om dat illegaal vuurwerk, niet alleen met oud en nieuw, maar juist door het jaar heen, aan te pakken. Maar de eerlijkheid gebiedt dat ik de lengte van dit vuurwerk zo, het was echt lang en uitgebreid. En wat ik zie is dat er steeds meer feesten, bruiloften en partijen, die hebben wij hele grote in ieder weekend in onze gemeente, dat die ook vaak eindigen in een heel groot en mooi vuurwerk. Maar als dat ieder weekend is, kan dat echt overlast geven. Daar kunnen wij niks aan doen. De ontbrandingstoestemming gaat via het OD. Daar krijgen wij bericht van. En als burgemeester kan ik verklaren bedenkingen te hebben tegen het afsteken van de vuurwerk. Maar dan gaat het altijd over openbare orde en veiligheid. En het gaat niet over het voorkomen van overlast. En ja, ik wil u meegeven, dit is nou echt een discussie die op landelijke tafel hoort, omdat we met elkaar moeten afvragen waarom we nou zo moeilijk doen met oud en nieuw, terwijl we de rest van het jaar, als mensen zich houden aan de voorwaarden, zo'n ontbrandingstoestemming gewoon kunnen aanvragen. En we zien dat echt sterk toenemen. Dus ik wil u meegeven dat dit echt op de politieke tafel hoort. Want nogmaals, dit is iets wat bij het OD, bij de provincie ligt. En wellicht een landelijke discussie zou moeten vormen. Dank college. Mevrouw Knikker, voldoende? Nou, voor nu wel. Ik ben nog even aan het zoeken van kunnen wij op lokaal. Hè, ik hoor heel duidelijk zeggen, dit is vooral iets wat op landelijk niveau moet zijn. Ik vraag me af, zou er niet iets kunnen zijn wat we op lokaal niveau kunnen doen? Maar daar kom ik dan misschien op een later moment nog op terug. Oké, ik wil ook gelegenheid geven aan meneer Beuzenberg. Die wil een aanvullende vraag stellen, denk ik. Ja, dank u voorzitter. Ja, ik hoor de burgemeester zeggen dat het was heel heftig. Heeft u het dan over de Hoofddorp? Want ik kan u melden als inwoner van Bad Hoeverdorp, dat het daar ook schering en inslag is. Helder. Aanvullend zie ik ook, meneer Meijer. Ja, ik wil even weten, voorzitter. Stel je voor dat ik ga voor de derde keer trouwen, het lijkt me niet. Maar waar vraag je dan zo'n vergunning aan om vuurwerk te mogen afsteken? Helder. Mevrouw Schuurmans. Ja, burgemeester Schuurmans voor bruiloft en evenementen. Het is zo dat de ontbrandingstoestemming vraag je aan bij de omgevingsdienst. Vraag je aan dat bij de provincie wordt uitgevoerd door de omgevingsdienst. Als het gaat over waar het is. Ja, het is op heel veel plekken. We hebben een aantal plekken in onze gemeente waar bruiloften worden gevierd die heel groot zijn. En waar vaak ook het wordt afgestoken. En dat is dus op een paar plekken, Bad Hoeverdorp, maar ook Hoofddorp. Dit was volgens mij Hoofddorp. Maar goed, ik woon op de rand, dus het zou ook Nieuw-Vennep hebben kunnen zijn. Het is best moeilijk te plaatsen, maar volgens mij was het in Hoofddorp. Helder, we ronden dit af. We gaan naar de volgende actualiteitenvraag. En die gaat over de voortgang woningbouw Pioniers Bols. En die is voor meneer Van der Peet van het CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja,
Het is bijna zover dat het Westen Dreefkwartier in Nieuw-Vennep wordt opgeleverd. Daar zijn bijna alle werkzaamheden afgerond. Ondertussen zijn er ook heel veel panden gesloopt en een lege plekken in het Pioniersbos gebied te vinden. En afgelopen dinsdag was er een brandje in een van die leegstaande panden, in het geval de oude kringloopwinkel. Ja, dat dacht eigenlijk, bij ons bracht dat de gedachte op van ja, hoe staat het eigenlijk met die pannen van Pioniersbos? Want we horen er al een tijdje niets meer over. Ja, als er dit soort dingen gaan gebeuren, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus de concrete vraag is, hoe staat het met de voortgang van dat project? En zijn er ook nog mogelijkheden om bijvoorbeeld met de eigenaar in gesprek te gaan om bijvoorbeeld de sloop van dit soort panden wat te versnellen? Want dan ben je in ieder geval van dit soort risico's af. Helder vraag, meneer Nobel. Ja, voorzitter, dank u wel. Dank ook voor de vraag, want het stelt mij ook in de gelegenheid om de raad mee te nemen in hoe het staat bij het Pioniersse bolterrein. We zijn op dit moment in een vergevorderd stadium wat betreft de anterieure overeenkomst. Dus ik hoop op korte termijn een voorstel uw kant op te kunnen sturen met de plannen voor om en nabij 850 woningen in dat gebied. Nou, we zijn er dus nog niet uit. Eerlijkheid gebied ook te zeggen dat de marktomstandigheden behoorlijk zijn veranderd. Dus dat vergt ook met lopende ontwikkelingen dat je ja, toch hier en daar wat langer met elkaar in gesprek bent. Tegelijkertijd is het ook heel vervelend als plannen langer duren, want dat betekent dat mogelijk vandalisme, brandjes, dat soort zaken, dat gaat optreden. Helaas kunnen we niet heel veel eraan doen. We kunnen hooguit op het moment dat de veiligheid in het geding is, de pandeigenaren dwingen om iets te doen. Maar heel vaak is dat best ingewikkeld. Dus buiten het in gesprek gaan met de eigenaar is er niet heel veel wat we kunnen doen. Maar ik hoop eigenlijk dat we snel met die anterieure overeenkomst naar u toe kunnen komen. Want dan kunnen we daar ook echt voortgang boeken. We hebben met de klankbordgroep hebben we een aantal keren in de tussentijd contact gehad. Digitaal hebben we overleg gehad en in oktober staat er weer een overleg gepland. Omdat er in de tussentijd niet heel veel te melden viel, omdat de gesprekken dus met de projectontwikkelaar nog liepen, hebben we wel de klankbordgroep per mail nog een keer geïnformeerd. Maar we hopen dus elkaar binnenkort ook weer fysiek te treffen. Dank. Meneer Van der Peet, bent u tevreden? Dat is mooi. Dan gaan we naar het volgende vraag en die gaat over hekjes, voetpad, Waranda, Nieuw-Vennep. En die is voor de HAP, toch? Ja. Ja, voorzitter, dank u wel. We waren bij de Waranda Nieuw-Vennep. Daar staan hekjes geplaatst bij een speelveld. En de hekjes die staan tussen die waren weggehaald, waardoor er heel veel fietsers over het voetpad gingen rijden. Hekjes zijn nu teruggeplaatst, alleen ze staan redelijk ver uit elkaar, waardoor dat eigenlijk de hekjes weinig zin hebben. Wij vroegen ons af, staan ze volgens norm of is er een mogelijkheid om ze iets dichterbij te plaatsen, zodat de bewoners en inwoners nog steeds veilig over de stoep kunnen gaan? En is dit een nieuw type hek of iets dergelijks dat binnen de hele gemeente ingezet gaat worden of is het op de locatie specifiek? Dank. Ik kijk even naar het college wie over de hekjes gaat. Ah, mevrouw Steffens. Dank u, voorzitter. Ja, meneer Klaassen, we hebben beleid waarbij we de afspraak hebben dat we de buitenruimte zo inclusief mogelijk inrichten. Dus rolstoelgebruikers, mensen met een kinderwagen, een scootmobiel, maar ook mensen die slechtziend zijn, moeten ook gebruik kunnen maken van de voetpaden. En dat betekent dat we zo min mogelijk obstakels op de stoep willen hebben. Dat is ook de reden dat we eigenlijk het liefst helemaal geen hekjes plaatsen. Maar in dit geval waren er hekjes, de overlast werd groter, toen zijn er hekjes teruggeplaatst. Bij Waranda bleek dat gewoon nodig te zijn, en u zei het al, gewoon door het gedrag van mensen, om toch daar nog een maatregel te nemen. En de breedte en de afstand van de hekjes, die inderdaad een ander modelletje zijn, een beetje vierkant en die andere waren rond, ten opzichte van wat we hadden. Maar dat hebben we samen met de belangengroep gehandicapten Haarlemmermeer, hebben we gekeken hoe dat we het beste konden doen. Juist zodat we daar de openbare ruimte ook toegankelijk houden voor de groepen die ik net heb genoemd. Dus we gaan daar geen aanpassingen doen. En het is niet zo dat we een soort standaard hekjes overal hebben. Maar ik denk dat hier gekeken is naar een oplossing die ook past bij, ik weet niet of ik het een probleem moet noemen, maar vooral het gedrag van mensen. Wat toch niet altijd fijn is op zo'n plek. Dank u voor het antwoord, meneer Klaassen. Tevreden? Dat is mooi. Dan gaan we naar de laatste vraag. En die is van GroenLinks, meneer Boerman. En het gaat over de status van verschillende stukken. Ja, voorzitter, dank. Het klopt, het is vandaag de laatste vergadering van september die wij bij elkaar zijn. Dat wil zeggen dat de volgende vergadering alweer plaatsvindt in Q4. Nu hebben we een tijdje geleden een lijst gehad met heel veel stukken die in Q2 en
Q3 zouden komen. Daarvan zijn er toch een aantal die wij nog niet hebben gezien. Nou kan het aan ons liggen. Maar het viel ons ook op in het presidium dat we redelijk lege agenda's hadden. En ik denk dat het toch goed is om daar nog eens wat aandacht voor te vragen. En er waren met name twee dingen waarvan we denken, daar wachten we toch echt al een hele tijd op. Dat zijn het fietsplan, waar het CDA in februari nog aandacht voor gevraagd heeft. Hebben we gezegd, nou, we wachten wel even tot het fietsplan er is. Dat was februari, nu zijn we alweer in oktober. Dus ik denk, daar zouden we toch ook als raad misschien eerder over moeten praten. En het andere was het parkeerplan, integraal parkeerbeleid. Daar konden we toen kon het niet, want toen was er corona en toen was het anders. Maar inmiddels is dat toch ook alweer een tijdje geleden. En denk ik dat het heel goed zou zijn als wij als raad daarvoor beleid zouden formuleren. Dus nou, eerst even de vraag aan het college, hoe staat het daarmee? En dan misschien de vraag aan de raad, zouden we dat anders zelf maar eens moeten oppakken? Dank meneer Boerman. Ik kijk gewoon even naar het college en dan kom ik toch uit bij mevrouw Ruigrok, denk ik. Want die gaat over parkeren en fietsen, toch? Ja, ik wil in ieder geval even beginnen over het fietsplan. Ja, ik snap dat, hè, dat daar op gewacht wordt. Het zat in de participatie, daar is het nu natuurlijk wel weer doorheen. Maar ja, het wordt precies door dezelfde mensen gedaan die ook met Bad Hoeverdorp bezig waren, die ook met de verkeersstructuurplannen Nieuw-Vennep en Hoofddorp bezig waren. Maar het komt in Q4. En het integrale parkeerplan, weet ik zo de planning niet van, maar misschien meneer Nobel wel. Ja, voorzitter, dat komt eraan. In november zullen we in het college een besluit nemen. We hebben ook met de inwoners gecommuniceerd. Als het collegebesluit genomen is, gaan we terug naar de omwonenden die ook op die participatieavonden zijn geweest. En dan, als het goed is, ligt er in januari een raadsvoorstel. Dan hebben de bewoners in die tussentijd ook nog de mogelijkheid om iets te vinden van het voornemen van het college. Want we moeten best wel wat belangen wegen. En die participatie is, ik heb u daar ook trouwens als belangstellend inwoner mogen verwelkomen. Die is best uitvoerig geweest en ik denk dat het proces wat we daar lopen, dat heel zorgvuldig gaat. En die planning gaat eigenlijk nog best wel goed gezien de intensiteit die op dat traject zit. Dus november college, januari in de raad met een raadsvoorstel en in de tussentijd uiteraard nog de mogelijkheid voor bewoners om te reageren. Is dat voldoende, meneer Boeman? Nou, die laatste opmerking die deed me ergens anders aan, denk ik. Ik weet niet of dat even mag nog. Want dat parkeren, ik weet ook, en dat weten alle raadsleden, we gaan binnenkort ook weer een debat hebben over de ombuigingen. Dat zal daar zeker een raakvlak mee hebben of een kans op opleveren. Dat is natuurlijk een politieke uitspraak, laat ik het zo maar zeggen. Hoe verhoudt het een zich tot het ander? Meneer Nobel. Ja, voorzitter, in de tijd is dat volgens mij helemaal niet problematisch, want u gaat bij de programmabegroting die u nog niet heeft gezien, maar waarvan ik verwacht dat het college daar komende dinsdag een klap op gaat geven, zult u zien dat de jaarschijven niet meerjarig sluitend zijn. En dat betekent dat u iets moet gaan ondernemen met elkaar in de voorjaarsrapportage. En wat dat precies is, daar gaan we een raadswerkgroep voor instellen, maar dat zou het moment zijn. Dus in de tijd is dat niet een probleem, mocht u plannen hebben met parkeren. Meneer Boerman, voldoende nu? Dat laatste sluit ik inderdaad zeker niet uit. Helder, dan zijn we nu aan het einde van de actualiteitenvragen gekomen. En geef ik het stokje weer over aan onze voorzitter en burgemeester. Goed, dan ga ik even kijken, want ik weet niet of de VVD nog behoefte heeft om een sessieverzoek te doen. Mag ik mevrouw van Straten het woord geven? Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zouden graag een sessieverzoek doen om spelregels of kaders met elkaar af te spreken in geval er rampen zich voordoen in de wereld om ons heen. En we hebben dat afgelopen weken helaas mogen zien. En heel veel mensen willen hun steun betuigen. En niet alleen privé, maar ook dat vanuit de gemeente doen. En tot nu toe gebeurt dat vaak via appverkeer. En vanavond op een politieke wijze via motie. En wij zouden graag met elkaar daar duidelijke spelregels over afspreken. Zodat we dat niet meer op deze manier met elkaar hoeven af te stemmen. Wel, iemand die vragen heeft over de sessie? Nee, is helder. Ik ga het meteen in stemming brengen. Welke partijen steunen dit sessieverzoek? Nou, volgens mij is dat unaniem. En daarmee vragen we aan het presidium
om het te agenderen. Dank u wel. Dan ga ik naar de moties. En het gaat met name over de motie vreemd. En twee moties die voortkomen uit de sessie. De moties die voortkomen uit de sessie is in de sessie al meegegeven vanuit het college wat het standpunt is. Vraag. De beide moties die zijn in de sessies behandeld, is toen al vanuit het college meegegeven wat het standpunt is. Voorzitter, de motie die ik heb gezien volgens mij van de HAP en de VVD. Ik was een beetje laat, excuus, stond in de file. Die kunnen wij omarmen. Dus bij deze. En die over het revolverend fonds, die wordt door wethouder Financiën beantwoord. Ja, die is nog niet ingebracht. Dus daar hoeven we nog niks. Dat moet ik eerst even afwachten of die wordt ingebracht. Want dat was afhankelijk van de andere motie. Dus ik kijk even naar mevrouw Van der Meeberg of dat nog aan de orde is. Nou, voorzitter. Ik wilde eigenlijk naar aanleiding van de motie die VVD en die we nu net besproken hebben, zou ik eigenlijk willen vragen of we dat niet naar een sessie kunnen trekken. Als we met elkaar spelregels gaan bepalen, denk ik dat de raad daarin leidend moet zijn. Ik heb behoefte om het daar met elkaar over te hebben. En er kan natuurlijk een advies vanuit het college komen, dat is wenselijk zelfs. Maar met elkaar erover van gedachten wisselen is iets wat ik zeer op prijs zou stellen. En dan zou het logisch zijn vervolgens om de motie die wij hebben voorbereid voor vanavond, om die even aan te houden tot dat we dat gesprek hebben gehad. Goed, dan heeft u het over een sessie die gaat over dat revolverend fonds. Nee, over de spelregels waar de VVD om vraagt in hun motie die zojuist is besproken. Oké, die spelregels, goed. Dan ga ik even kijken wat de reactie van de raad is, of daar nog vragen over zijn. Nee, ja, ik zie vanuit. Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben dat inderdaad besproken, maar ik mis even een collega die ook medewoordvoerder is in dit geheel. Ik zou willen voorstellen om dat nog even straks even met elkaar af te stemmen. En dan vervolgens daarop terug te komen. Goed, mevrouw Van Straat. Oh ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik dacht ik reageer in plaats van meneer Boels. Ik denk dat wij er een beetje van uit zijn gegaan dat als wij spelregels krijgen, dat we die ook gaan bespreken met elkaar. Dus wat dat betreft is een sessieverzoek prima. Als dat niet al in de lijn der verwachtingen lag, dat we dat gingen bespreken. Ja, even voor de helderheid. Want ik heb uw motie gelezen en daarin staat dat u van het college een voorstel verwacht en dat u dat graag wil bespreken in een sessie, dat u dat prima vindt. Maar ik hoorde van mevrouw Van der Meeberg dat ze daarvoor eigenlijk een sessie wil. Nee, heb ik dat goed begrepen? Nee. In de motie staat alleen een verzoek om spelregels. Dat snap ik, maar ik wil het daar graag met elkaar over hebben. Maar de raad wordt dan een voorstel gedaan en daarna wilt u de sessie. Want dat is, daar gaat het ja, over. Precies. Helder. Ja. Dan ga ik even kijken. Ik zag nog een hand. Nog anderen die vragen hebben. Gaat u gang. Nou, voorzitter, geen vraag, maar er werd gesteld dat de motie wel zou kunnen wachten totdat die sessie geweest is. Maar het gaat natuurlijk om een natuurramp waarbij hulp zo snel mogelijk geboden moet worden. Hebben het nu over de... Ja, ik snap het, maar we zijn nu bezig naar de financiële spelregels voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Ja? Kijk nog even naar de heer Van der Peet. Ik denk dat ik het nog redelijk snap wat hier gebeurt. Maar wat wij wel in ieder geval belangrijk vinden is dat dit niet ten koste gaat van het tempo, van het doel. Hè? En daar moeten we denk ik voor ogen houden, want we willen zo snel mogelijk aan de gang met die verduurzaming. En dat die spelregels daar niet, zeg maar, weer een drempel voor opwerpen. Dus dat is denk ik belangrijk. Voorzitter. Ja, ik hoor de heer Salih. Nee, even reageren op de heer Van der Peet. Nee, het is juist wel dat we die voortgang gewoon erin willen houden. En we zullen denk ik ook met z'n allen gewoon voorstemmen vanavond voor die routekaart. Maar ondertussen, nou ja, datgene wat we nu zeg maar hebben aangehaald. Goed. Ik ga het voorstel niet in stemming brengen, sessieverzoek. En dat is omdat u eerst met elkaar die motie gaat stemmen. En op het moment dat u instemt met de motie, ja, dan is er eigenlijk een soort automaat dat het presidium gaat agenderen. Maar omdat u het verzoek doet, kan ik daarna het verzoek bij u, aan u voorleggen, aan de raad voorleggen. Voorzitter, mag ik dat een opmerking maken, voorzitter? Wie iemand dat zegt ben ik, voorzitter? Dat ben mevrouw ik. Mevrouw CD.
Voorzitter. Ja, ik heb u niet gevraagd om advies. Ik ben nog bezig met de raad. Excuus, we zitten echt in een... Nou, dan wacht ik dus gewoon af. Het punt is dat we een motie hebben. En daar heeft u al iets over gevonden, toch? Over de motie, mevrouw CD? Over die ene heb ik wel iets gevonden. Hè? Kan omarmen dat we spelregels maken. Die andere voor de financiering, is niet... en daar wilde ik even bij zeggen, want alles loopt nu bij elkaar, dus door elkaar. Dus ik wil daar even nog één opmerking nee, maken. Nee, laat ik heel even duidelijk zijn, want het gaat niet goed. Er is maar één motie, punt. Ik dacht dat er twee moties waren. Er is maar één motie. Financiële spelregels voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Die ga ik straks in stemming brengen. En mevrouw Van der Meeberg zegt, als die wordt aangenomen, wil ik graag een sessie. Dat is wat er aan de orde is. Vandaar dat ik zei, u bent even, want we waren nog even bezig met deze praktische uitwerking. Goed, en daar heeft u iets van gevonden, hè, namens het college. Dus dat is helder. Dan heb ik volgens mij dit afdoende afgerond. Ik zal wat duidelijker communiceren. Volgens mij gaat het niet heel goed. dat gezegd hebbend is er ook nog een motie vreemd. En die gaan we nu behandelen. Die is ingediend door GroenLinks, HAP en PvdA. En de motie gaat over het steunen van Marokko. En ik ga naar de indiener daarvan. Wilt u het woord voeren? Ja, voorzitter. Ik ben een van de drie indieners. Zo, dat moet duidelijk zijn. De anderen staan er ook op. We hebben net heel veel gesproken over spelregels. Het is even onduidelijk over welke spelregels het hadden. Maar als het gaat over de steun aan rampen, dingen die over de grens gebeuren en waar wij in deze gemeente intensief mee meeleven, hebben we nu eenmaal de vorige keer afgesproken, daar hebben we eigenlijk geen spelregels voor. In het verleden was het altijd, er kwam iets uit het college een voorstel en daarvan hebben we de vorige keer gezegd, nou, dat moet eigenlijk gewoon in de raad plaatsvinden. Dus daarom denken wij, dat moet ook in de raad plaatsvinden en daarom hebben wij nu dit voorstel gedaan. We leven heel erg mee met wat er daar gebeurd is. Er werd gezegd, dus overal wel ergens een ramp. Ik denk dat deze ramp ons toch wel meer getroffen heeft dan andere rampen. En bovenal, aardbevingen kun je op geen enkele manier voorzien. En ook op geen enkele manier kun je daar op voorbereiden. Dus wij denken dat het heel verstandig is om het voorbeeld te volgen van andere gemeentes. Gemeentes als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. En een bijdrage doen aan het VNG-fonds. Het VNG heeft daar een fonds voor. En we denken dat het, heel netjes is om daarbij aan te sluiten. Dank u wel. De heer Beuzenberg wil daarop reageren. Ik kijk zo meteen nog rond voor meer handen. Ja, dank u wel, voorzitter. De woorden van meneer Boerman raken mij een beetje met deze ramp doet ons misschien meer dan anderen. Want in diezelfde week is er ook een ramp gebeurd in Libië. En dan vind ik het vervelend dat er een motie wordt ingediend met steun Marokko. Er wordt niks over Libië gezegd. En het wordt een beetje geschetst dat op het moment dat wij dan die motie eventueel niet zouden steunen, dat wij dan Marokko er niet in zouden steunen. En het liefst steunen we natuurlijk iedereen van de wereld. Alleen ik denk ook, en daarom hebben wij net ook voorgestemd voor het verzoek van mevrouw Verstraeten. Mijn partij vindt het dat we het niet kunnen maken tegenover de mensen in Libië, dat als wij dan wel voor een euro zouden stemmen voor Marokko en Libië krijgt niks. Dus als u ons mee wilt krijgen in uw motie, zou u daar ook iets mee moeten kunnen doen, want anders zullen wij niet voorstemmen. En ik kijk heel erg uit naar het sessieverzoek van de VVD. Dank u wel. Dank u wel. Ja, dit sessieverzoek van de VVD gaat echt over iets anders. Het blijft moeilijk. Helder. Oh, je bedoelt het eerste sessieverzoek. Oké, maar dat gaat erover. U heeft helemaal gelijk. Nou ben ik zelfs in de war. Ik ga naar de heer Van der Laar. Ja, voorzitter, voor de Partij van de Arbeid zijn denk ik twee dingen van belang om zo'n initiatief als dit te kunnen steunen of te nemen. En dat is ten eerste dat het een natuurramp moet zijn van een aanzienlijke omvang waar internationale hulp nodig is. En ten tweede dat de Haarlemmermeerse gemeenschap in het hart geraakt wordt. Dat er een aanzienlijk deel van onze inwoners rechtstreeks betrokken is bij zo'n ramp omdat daar familie woont of omdat ze er vandaan komen. En dat maakt dat er een binding is met de lokale gemeenschap. En dat je ook als gemeente zegt, nu gaan wij als solidariteit uiting namens alle inwoners ook een bijdrage leveren aan het oplossen van het leed en het verzachten van het leed en het repareren van de schade. En daarom steunen wij dit voorstel en we hopen dat alle partijen dat doen. Dank u wel. Anderen? Meneer Vermeulen kijkt mij aan.
Zeker, voorzitter. Ik ga ervan uit dat ik nu het woord krijg. Ja, laten we vooropstellen dat het echt heel erg is als zo'n ramp gebeurt. Maar tegelijkertijd is Marokko is geen ontwikkelingsland. Marokko is gewoon een rijk land. En ze wilden niet eens onze speurhonden hebben om daar naar slachtoffers te zoeken. Ze willen hun eigen broek ophouden. De koning van Marokko is goed voor 6 miljard euro. Heeft 11 paleizen, 600 auto's. Een appartement vlakbij de Eiffeltoren van een paar duizend vierkante meter. En wat wij over gaan maken is ongeveer net voldoende om het eerste uur van maandag het personeel in zijn paleizen te betalen. En ik denk gewoon dat wij Marokko moeten laten. We kunnen gewoon met ze meeleven. We hebben de vlag halfstok gehangen. We vinden het allemaal heel erg wat er gebeurd is. Maar we kunnen niet voor elke keer 160.000 euro overmaken. Zeker niet op een dag dat we ook nog een commissie in moeten gaan stellen om over nieuwe ombuigingen te praten. We hebben dat geld gewoon niet, dus dat moeten we niet doen. Dank u wel. Ik zie mevrouw Knikker. Ja, dank u wel, voorzitter. D66 steunt de motie ook niet. En we hebben daar echt lang met elkaar ook over gesproken. Want natuurlijk voelen wij ook mee met de gemeenschap, ook in Haarlemmermeer, die de familieleden en vrienden heeft zitten in Marokko. Maar bij ons, en een beetje wat SRH ook net zei, Libië gebeurde ook. En ik zie ook hier, het wordt gelijk politiek als we het over zo'n onderwerp als dit hebben. En daarom zijn we ook heel blij met het verzoek van de VVD. Laten we eens met elkaar die spelregels en die kaders afspreken. Want anders wordt het lukraak. En dan vindt de ene partij dit en de andere partij dit. En ik denk dat als het gaat over humanitaire hulp bij rampen, moeten we juist voorkomen dat het een te veel politiek iets wordt, maar dat we met elkaar gewoon duidelijke spelregels hebben. Dank u wel, de heer Rip. Ja, voorzitter. Kijk, ik kan er kort over zijn, maar dat ben ik niet, denk ik. Maar het is natuurlijk een beetje van de zotte dat als je grote natuurrampen, dat wij in Haarlemmermeer daar nog spelregels voor moeten uit gaan vinden. He, want noodbreekwetten, en dat is gewoon eigenlijk het belangrijkste. En het is triest ook dat ik hoor dat, kijk, als er 80 miljoen mensen op de vlucht zijn in de wereld, dan is er altijd wel ergens op die wereldbol een ramp die je kan gebruiken om het vooral allemaal niet te doen. En als ik aan mijn linkerzijde dan hoor dat de koning van Marokko, het financiële, de portemonnee van de koning van Marokko belangrijk is, dan zegt meneer Vermeulen eigenlijk namens Forza, luister, als wij hier Amersfoort aan zee krijgen, dan trekken we eerst de portemonnee van koning Alexander leeg en we hoeven geen hulp van buiten. Kijk, als je zo in de weer bent, dan vind ik dat echt jammer. Dat we dat, want we schuiven eigenlijk gewoon noodhulp voor ons uit. Want dat is wat we doen, want we gaan over 3 maanden of 2 maanden een keer hebben over spelregels. Voorzitter, ik wil 2 dingen benoemen waarom wij zo'n voorstander zijn. 1, dat is de verwantschap met deze gemeenschap, de Marokkaanse gemeenschap, die uit de jaren 60 al is ontstaan. Die is enorm groot in Nederland. Daar hebben we de Turkse gemeenschap, Surinaamse gemeenschap. Dat is 1 reden. En de 2e reden is misschien nog wel belangrijk. En de 2e reden, dat gaat over de mensen, de kwetsbare mensen die moeite hebben om rond te komen. Die hebben vaak, onderzoek heeft dat ook uitgewezen, die hebben vaak een groot hart als het om het geven aan goede doelen of aan natuurramp is. Dat dilemma bij die mensen willen wij weghalen door ze collectief hier een bijdrage aan te leveren. Dat is wat wij, dat is de belangrijkste motivering waarom wij dit gaan steunen. Goed, ik ga naar de heer Meijer, want het is de eerste woordvoering. Dan een korte reactie, want mensen willen reageren. Maar knap, hè? U gaat eigenlijk al het debat voeren wat in de sessie die is aangevraagd dunnetjes overgaat. Dus ik ga nog even naar de heer Meijer en dan een korte reactie en dan gaan wij afronden. Meneer Meijer, gaat ja, u gang. Dank u wel, voorzitter. Ik kan er wel in meegaan wat ook de heer Beuzenberg zegt. We hebben in Syrië ook een megaramp gehad. Er wonen nu 150.000 Syriërs in Nederland. We kunnen niet naar iedere ramp zeggen, we trekken onze portemonnee. Ik vind gewoon, als mensen inhalen me meer, Marokko willen steunen, dan kunnen ze dat zelf wel doen. Ik vind het ook geen taak van het bestuur van de gemeente. Dank u wel. Goed, korte reactie nog, zag ik de heer Beuzenberg. Ja, dank u wel, voorzitter. Nog even reagerend op de heer Rip. Ja, het is natuurlijk die hulp die we zouden geven, dat is niet geld van onze 39, dat is geld van de 162.000 inwoners van Haarlemmermeer. En op het moment dat die inwoners van Haarlemmermeer nu heel graag willen dat er op dit moment geld naar Marokko zou kunnen gaan, dan kunnen zij ook geld zelf overmaken. Maar zij kunnen niet, tenminste wij kunnen nu niet hier meteen beslissen over het geld van al onze inwoners. Dank u wel.
Goed, ik ga deze discussie afronden. En dat doe ik door een van de indieners nog het laatste woord te geven. Ja, dank, bent u, gaat u gang. Dank voor het. Want inderdaad, de laatste woorden van de heer Beuzenberg, daar gaat het nou natuurlijk wel om. Wij kunnen natuurlijk wel die gift doen namens alle inwoners van de gemeente Haarlemmermeer. Als wij als raad ons verenigen en daar ons over uitspreken. En volgens mij is dat belangrijk. Ik was zelf wat geraakt door de woorden van mevrouw Knikker. Die zei, ja, laten we niet lukraak iets doen. Volgens mij is dit ook zeker niet lukraak. Er zijn heel veel gemeentes die dit doen. We doen het via de VNG. Ik ken de VNG een beetje. En ik denk dat die zeker niet het geld gaan overmaken naar de koning van Marokko. Ik heb er vertrouwen in dat dat geld goed recht zou komen. En ik zou het zelf heel erg jammer vinden. Ik zal niet gauw zeggen schande, maar ik zou het wel heel jammer vinden als wij ons daar niet toe bereid zouden tonen. Dank u wel. Dan ga ik dit afronden. De motie wordt straks om 9:15 in stemming gebracht. Dames en heren, we gaan de vergadering schorsen. Maar niet voordat ik u heb aangekondigd dat er 4 sessies vanavond aan de orde zijn. Ten eerste om 19:00 hier in de raadzaal een sessie over koers werklocatie Markt Haarlemmermeer. En in de Heijenzaal om 19:00 notitie risicomanagement en weerstandsvermogen. En om 20:30 is er hier in de raadzaal startnotitie uitvoer motie raad aan zet afspraken over het informatieproces. En in de Heijenzaal vindt u een besloten raadsvergadering. En dat is een sessiedebat en dat gaat over de aanvraag verwervingskrediet en aankooppand. Ik schors de vergadering.